Dit zijn de voornaamste voedselallergenen. Deze producten kunnen een reactie veroorzaken met soms heftige gevolgen. De heftigste reactie is een anafylactische shock, noemen ze dat. Waarbij eigenlijk je hele lichaam reageert. En op het moment dat je dat product in je mond neemt, dan begint vaak al de reactie met zwellingen. Het begint met zwellingen in de mond, zwellingen in de keel. Nou, je kan je voorstellen dat als die zwelling zo heftig is, dat de luchtpijp ook dichtgeduwd wordt. Ja, mensen raken benauwd, kunnen zelfs stikken. Maar goed, door al die zwellingen die dan ook over het hele lichaam plaatsvinden, daalt je bloeddruk heel sterk en kunnen mensen ook een hartstilstand krijgen. Dus mensen kunnen overlijden als gevolg van zo'n heftig allergische reactie. Ik heb een vraag, ja. We hebben rekening te houden met de wet, 14 allergenen. Ja. Moeten we in kaart gaan brengen, gaan we ook doen. Maar ik heb ook begrepen dat het er 191 zijn. Ja. Waarom hebben wij maar rekening te houden met 14? Ja, het is inderdaad zo dat mensen allergisch kunnen zijn op heel veel verschillende producten. Alleen bij het opstellen van de wet heeft men gekeken van welke allergenen komen het vaakst voor. Hè? Dus welke reacties komen het vaakst voor en welke reacties geven de meest ernstige verschijnselen. Dus dat zijn de criteria geweest voor het opstellen van die lijst. Ik ben zeebaarsjes aan het schoonmaken, zodat ik kan prepareren voor het diner. Dus ik haal de graat eruit en ik snij hem bij. En dan kunnen wij een mooi stukje filet bakken. Zonder graat. Lekker krokant op de huid. Olijfolie. Een mooi stukje zeebaars in de pan. De kaart wordt nu opgesteld in vier talen, uiteraard onze eigen taal. Maar ook Frans, Duits en Engels, omdat we natuurlijk veel internationale gasten hebben. Dat betekent dat we dus nu daarnaast ook nog een extra kaart zullen gaan voeren met allergene informatie. Gaat voor ons betekenen dat wij voor de mensen die daarom vragen een aparte kaart hebben met daarop vermeld welke allergene in welke gerechten voorkomen. En het is eigenlijk een beetje gek dat als jij naar een snackbar gaat of naar een restaurant, dat die informatie er opeens niet is. Terwijl het gewoon voedingsmiddelen zijn. Dus het is een logische stap dat dit gebeurt. En ook als we kijken naar de mensen die ziek worden van voedsel, dat meestal dus buitenshuis gebeurt. Ja, we zien eigenlijk dat de bewustwording ook bij horecaondernemers in de laatste jaren duidelijk aan het toenemen is. Hè, omdat er ook steeds meer mensen zijn die daar vragen over stellen. We hebben inmiddels meer dan 45.000 producten, meer dan 900 merken en die zijn allemaal gratis in te zien via de website. Het bedrijf van Nicole Kleuskens verzamelt informatie over voedingsproducten, voedingswaarden, keurmerken en uiteraard allergenen. Dus we hebben gezocht op mayonaise en ik zie hier verschillende merken, producenten die mayonaise maken in de databank. En dan kan ik bijvoorbeeld klikken op de biologische mayonaise van Genia. Ik zie hier een stukje uitleg over het product, een stukje omschrijving, de voedingswaarde en de allergene informatie komt direct beschikbaar. Die nieuwe wetgeving betekent voor ons dat we een enorme groei zien in het aantal producten. Omdat producenten ook graag tegemoet willen komen aan aan de informatiebehoeften van hun klanten. En dat op een makkelijke manier willen faciliteren, beschikbaar stellen. Nou, het aantal mensen met een allergie is aan het toenemen. De laatste 10 jaar is het aantal kinderen met een voedselallergie verdubbeld. Dus als je dat op je laat inwerken, dat is eigenlijk een bizarre stijging. In 10 jaar tijd een verdubbeling. En op dit moment, de schattingen lopen een beetje uiteen, maar kinderen, dus ongeveer 7-8% van de kinderen met een voedselallergie. En volwassenen zit wat lager, op 2%. Persoonlijk vind ik dat enigszins typisch Europees, Nederlands, om die regeltjes zo ver door te trekken. Maar goed, nogmaals, ik zie er ook wel de voordelen van in. Dus. En we gaan ermee werken, we moeten ermee werken. Dus dat gaan we ook doen. Ben klaar?